vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Oggi vi preparo una carbonara dispettosa, nel senso che ci aggiungo delle verdure. Hè? Wat? Uit de wereldkeuken vandaag, Italiaanse pasta carbonara, maar een beetje ongehoorzaam met groenten. Verder volg ik wel de regels van de carbonara, maar ik ga er wat lekkere groenten aan toevoegen. En daardoor wordt deze carbonara, die klassieke pasta uit Rome, waar ik een tijdje gewoond heb, nog lekkerder naar mijn idee. Want dat vette van die kaas en die spekjes, dat is super lekker, maar je wilt ook een beetje groente als afwisseling. En daarom geef ik mijn carbonara met asperges en courgetti. En wat zijn courgetti? Nou, dat zijn linten van courgette. Eerst ga ik eventjes de aspergetips blancheren. En daarna gaan we de courgetti maken. En daarna maken we gewoon eigenlijk een klassieke carbonara. Dus de Italianen hoeven helemaal niet boos te worden. We volgen gewoon de regels. Dus geen room. Hoewel ik dus gehoord heb dat een voedselhistoricus heeft ontdekt dat in het origineel wel room zat. Maar Italianen zijn heel erg streng als het over hun keukentradities gaat. En soms weten ze zelf nauwelijks meer wat er in het origineel ging. Ook moet er in een carbonara absoluut wangspek, guanciale, volgens de traditie. Maar ik heb ook van diezelfde professor begrepen, die er toch voor geleerd heeft, dat wangspek was pas in de jaren 70 eigenlijk in zwang. Dus pancetta, wangspek, wat mij betreft kan het alle twee wel. Maar geen kip of ananas op de pizza, neem ik aan. Kip? Nee. Nee, en een ontbijtspek, ja, het zou kunnen, maar juist het wangspek heeft ontzettend veel smaak op de pancetta. Er zit ook vaak veel peper bij. Nou, deze gaan we eventjes blancheren in het kookwater van de pasta. Daarna de pasta hierin doen. Ik ga het daarom ook al zouten. En de regel bij pasta is dat je eigenlijk 1 eetlepel zout op 1 liter water. En 1 liter water per 100 gram pasta. Nou, ik doe er dus. Er zit flink wat water in. Water kookt al. Je voegt het toe als het water kookt. Veel zout dus, geen olijfolie. Zo zout als de zee. Dan doen we deze er alvast in. En dan gaan we het spek, de pancetta, gaan we alvast eventjes bakken. Neem een ruime pan, want daar gaat ook straks de pasta in. En die zetten we op hoog vuur op. En daar doen we de pancetta alvast even in. En ik bak hem eerst in de pan. En daarna bak ik hem nog even af in de oven. En waarom doe ik dat? Zodat ik het vet van het spek kan gebruiken voor de saus. Heel belangrijk. Deze pancetta heeft geen peper, dus daar ga ik straks extra veel peper toevoegen. Het is geen cacio e pepe, weet ik, maar ook bij de carbonara is peper heerlijk. Nou, terwijl die pancetta bakt, zijn mijn asperges geblancheerd. Die doe ik echt maar heel eventjes, zodat ze lekker fris zijn. Ik bak het spek maar half uit. En dan pak ik even een schuimspaan en een kommetje. Zo, en de carbonara maak je eigenlijk, de saus maak je, en dat geldt voor heel veel pasta's, terwijl de pasta staat te koken. Snelle sauzen, zoals deze, die maak je gewoon terwijl de pasta kookt. Nou, dit duurt even, want ik heb een kleine schuimspaan. Dus het duurt even om deze allemaal te verzamelen, maar goed. Maar aan zich, een carbonara is te maken binnen de 20 minuutjes, of wat schat jij de kooktijd in?
Wat zeg je? Wel, hoe lang schat jij in dat we hier aan zouden werken? 25 minuten? Hoogpret. Hoe lang het duurt om de... carbonara te maken. Oh ja, nou, als het lukt, binnen 20 minuten natuurlijk. Ja, kijk, okay. Ik heb nu een paar stappen extra toegevoegd aan dit gerecht. Want anders, bij een klassieke carbonara lukt het sowieso. Zet even het vuur uit. Maar ik heb nu een paar stappen natuurlijk toegevoegd, hè, door de groente aan toe te voegen. En daarom ja, ben je misschien iets langer bezig, maar dan eet je wel een maal met dat en heel lekker en ook nog een beetje gezond is. Want carbonara is super lekker, maar niet per se gezond. En er gaat ei in en spek en heel veel kaas. En het fantastische daarvan vind ik dat de kaas en het pastawater eigenlijk samen een soort romige saus worden. En dus je hebt helemaal geen room nodig. En dat is ook de basis van de Italiaanse keuken. Hè? Dat met heel weinig en met slimme kooktechnieken dat je toch iets heel lekkers op tafel kunt zetten. Oké, okay, deze zijn gegaard. Deze gaan nu in de oven. Dan kunnen ze daar nog wat crispier worden. Op hoeveel graden mag onze oven? Ik zie 180. Ja, is het 180 graden. En volgens de strenge Italiaanse leer mag je ook het spek niet helemaal uitpakken. Maar ja, het is best wel lekker om een beetje crunch te hebben. Dus ik doe dat wel gewoon. En nou ga ik dus de courgetti maken. En dat zijn dus spiralen. Of eigenlijk dus pasta van courgette. Daar heb ik deze spiraalsnijder voor. Dat is mijn favoriete speeltje in de keuken. Daar draaien we dan zo. En het fijne van deze is ook dat je alles van de courgette gebruikt. Het enige wat je straks overhoudt is een heel raar soort piemeltje. Daar moet ik nog een leuk no-waste receptje voor bedenken. Je gebruikt gele en groene, verschil in kleur, maar ook in smaak? Nee, eigenlijk niet. Het is min of meer dezelfde smaak gewoon. Kijk, dit hou je over. Ik doe dit eventjes in een bakje. En je schilt hem niet, hè, de courgette? Nee, ik heb het wel gewassen natuurlijk van tevoren. Maar ik vind de schil juist smaak hebben. Dus dat, en kleur. Dus dat voegen we ook toe. Eventjes. Oh, nou, dat was eigenlijk mijn afvalbakje. Mag hier natuurlijk geen zootje gaan worden, zo. En als ik dit thuis doe, dan willen mijn kinderen dit altijd overnemen. Want die vinden het superleuk om te doen. Dat is ook heel leuk. En het lijkt heel veel straks. Echt een hele berg courgette. Maar het gaat heel erg slinken in de pan. Dus. En stel, ik heb niet zo'n supersonische spiraalsnijder. Hoe kan ik dan toch courgetti maken? Of ja, je kan het ook bijvoorbeeld met een getande dunschiller doen. Het enige is dan wel dat je de kern... Ja, dan blijf je toch wel met een beetje waste zitten. Dus dat vind ik dan wel jammer, ja. Dus toch maar zo'n snijder vragen voor je verjaardag. Je moet wel snel draaien. Alles binnen de tijd wil doen en als je kinderen schreeuwen om eten. Okay, je houdt hier ook een klein stukje over hè, van de courgette, maar nou ja, dat kan je weer in een groentepotje, stoofpotje verwerken. Zo. En dan de laatste. Jij hebt kinderen van jou, dus jij weet als geen ander hoe je snel, makkelijk en lekker kan koken. Hè? Ik denk dat de Italiaanse keuken daar ook voor gemaakt is. Hè? Voor in principe is alles snel klaar als de producten maar goed zijn. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk het principe van de Italiaanse keuken. Is, de ingrediënten zijn fantastisch en dan hoef je er verder eigenlijk niks meer aan te doen. Nou, het is een vrij grote courgette, dus ik denk dat dit wel ruim voldoende is. We gaan deze courgette in dezelfde pan bakken als het spek. Er zit nog een beetje vet in van het spek, dus
Je hebt verder niet olie nodig. Even kijken. Doe je het? Ja, ga maar. Het is altijd even wennen met de nieuwe. En dan ga ik in de tussentijd de pasta koken. En daarna ga ik de crema maken. De crème van ei. En ik moet heel even kijken. Doet hij het nou of doet hij het niet? Doet hij het of doet hij het niet? Hij lijkt het te doen. Normaal doe je iets meer pasta. Maar ik gebruik nu al die groenten. Dus ik doe 250 gram. En dan eet je stiekem net wat meer groenten dan pasta. Dus dat is mijn stiekem truc om mijn kinderen gewoon genoeg groenten te laten eten. En de spaghetti kan je gewoon, worden vanzelf zacht. Dus die duw je dan een beetje in het water. In het begin kan je het nog even doorroeren. En ik doe er geen olie bij of wat dan ook. Hè. Dat hoeft helemaal niet tegen het plakken. Het gewoon zo. Okay. En je gebruikt spaghetti. Zou we ook een carbonara met een andere vorm kunnen gebruiken? Of is dat ook een gouden regel? Je kan ook rigatoni gebruiken. De regels, er zijn zeker veel regels. Maar ja, rigatoni is geen lange pasta. Dus op zich gaat dat niet op. Dat zijn die buisjes, hè? Rigatoni? Ja, die hebben ook zo'n ribbeltje erin. En, maar er zijn wel regels, bijvoorbeeld voor vis, hè, gebruik je meestal gladde pasta. Of hele delicate pasta, zoals cappellini, die engelenhaar. En voor minder sausige pasta, zoals bijvoorbeeld orecchiette con chimichurri. Dat is die broccoli uit Zuid-Italië. Ja, die is niet heel sausig, dus dan is het heel fijn als je van die schelpjes hebt waar het lekker in blijft zitten. Jouw Italiaans is prachtig. Je zei dat je in Rome hebt gewoond. Ja. Wat heb je daar gedaan? Hoe lang heb je daar gewoond? Ja, ik heb eerst Italiaanse taal en letterkunde gestudeerd. En toen heb ik in Rome bij een gezin als au pair gewerkt. En later heb ik in Florence gestudeerd. En ik heb daar ook stage gelopen. Dus... In een restaurant? En, Nee. Toen stage was bij de Kamer van Koophandel. Okay. Heel erg saai. Dus het enige waar ik naar uitkeek was de lunch altijd. Dus ik ben later eigenlijk die keuken ingerold. Maar in Florence, dus niet in Rome eigenlijk, maar in Florence had ik de lekkerste carbonara. De kok van mijn vriend, die maakte zulke lekkere. Ik weet nog dat mijn ouders een keer kwamen en toen zei hij van, wat wil je dat ik voor ze ga maken? Het zei carbonara. En carbonara is, het is helemaal niet een fancy pasta, hè? Ik bedoel, het is een hele alledaagse pasta in Italië. Mm-hmm. Maar ik zei, jij maakt die zo lekker, dat moeten mijn ouders proeven. Ondertussen ben ik de kaas aan het raspen. Ja, je gebruikt er twee soorten, zag ik. Ik gebruik twee soorten kaas. Ja. In principe gebruik je pecorino romano. En dat is een hele scherpe, zoute schapenkaas. Ik vind het lekker om dat een beetje te mengen met parmezaan. Parmezaan heeft een iets complexer smaak. Mm-hmm. Waardoor het gewoon net wat geraffineerder wordt. Dus ietsje minder zout. Oké, we zijn er bijna. Hop, kijk. En dan ben ik er helemaal moe van. Dan doen we hier de eidooiers bij. Ik gebruik 4 eidooiers en 1 heel ei. Dus ik ga de eieren even splitsen. Ondertussen even checken. Dit gaat goed. En onze spek in de oven, dat kan ook niet. Ja, zal ik wel even kijken hoe dat ermee gaat? Ik denk het wel, want het is ongeveer 10 minuten. Maar, dat mag er wel uit. Brand op. Even kijken hoor. Ik heb geen doekje eventjes. Daar is een doekje, ja. Zo. Dus die mag wel nog een tiental minuutjes in de oven dan ons spek. Ja, dit is perfect. Deze zetten we even hier neer. Dat ga ik zo dan fijn hakken. En dan de eieren. Dus je zei 1 volledig ei en 4 dooiers. 4 dooiers, ja. En ook daarover zijn de meningen verdeeld. Iedereen doet wat anders. Dat ligt ook aan je voorkeuren natuurlijk. Ja, hoe meer dooier, hoe romiger. Mm-hmm.
Nou, dit eiwit kunnen we dus niet meer gebruiken nu. Er is een beetje in de dingen gekomen. Daar moet je eigenlijk altijd 3 kommetjes neerzetten. Zodat je altijd 1 eiwit hebt. Zodat je als er een beetje geel bij komt, dat je dat dan... dat je maar 1 ei door je hoeft weg te gooien. Maar ja, goed, we doen het nu eventjes zo. 3. Dus geen merengue kun je hier meer mee maken. Maar je kan het nog wel gebruiken voor een roereitje morgen. Of ja, je kunt het nou ja, voor een roereitje of een omeletje. En 1 heel ei, ja? Oké, en dan doen we dat, gaan we eventjes klutsen. Ondertussen check ik even, want het is natuurlijk heel belangrijk op de pasta. Moet natuurlijk niet doorkoken. Hij is nog hard. Scotta. Mag niet scotta zijn. Hij is goed zout. Heb je daar een ultieme tip voor om te checken dat onze pasta al dente is? Echt gewoon proeven, want dat is een kwestie van smaak. Wat ze in Rome al dente noemen, dat noemen wij waarschijnlijk rauw. En ook je eigen mond, hè, is, ja, de een wil het, ja, wil het gewoon harder dan de ander. Mm-hmm. Nou, dit is de crema. En het verschilt ook per pastasoort. Maar wat ook is, als je het proeft, dan proef je meteen of het zout genoeg is. Dus als je de pasta proeft op de gaarheid, dan proef je ook of die zout genoeg is. Nou, kijk, dit hier is een crema geworden. En als je het op deze manier doet... Dan, ga zo laten zien bij het mengen, dan kan het eigenlijk niet fout gaan met het stollen. Want wat er fout kan gaan, is dat het ei gaat koken natuurlijk. En dat het een soort scrambled egg wordt. En dat wil je niet. Dat is weer een ander gerecht. Dat is ook lekker, maar... Oké, die is klaar. De courgette is ondertussen lekker aan het... Weten. Dat is eigenlijk wel goed. En die pasta die is ook goed. In Rome zouden ze het goedkeuren. Dus die haal ik uit het water en die hevel ik over in de pan met de courgette. Zo. En dit is wat in Italië altijd gebeurt, hè? Dus niet apart saus en dan daarbovenop een kwak. Of dat is dus eerst pasta en daarbovenop een kwak saus. Nee, je mengt het in de pan. En dat heet dus ook met de vetstof, met room, met boter, met wat dan ook. En dat heet mantecare. Mm-hmm. En ja, dan trekt de saus, de smaken van de saus trekken in de pasta. En het gaart ook nog na. Dus daarom haal je het ook altijd zeer al dente eruit. Oké, alle pasta zit erin. Ik gooi het pastawater niet weg. Maar misschien heb ik dat zo nog nodig. Nou, is het normaal zo bij carbonara dat ik nu een eetlepel van het kookvocht hier aan toevoeg? Soeplepel, sorry. Je hebt al een beetje vocht van de courgette. Een klein beetje kookvocht, dat helpt zo meteen om van jouw carbonara een romige carbonara te maken. Ja, in dit vocht... Er zit heel veel zetmeel van de pasta. En het is ook al gezouten. En dat... ons vuur staat nu nog aan, hè, Vanja? Dat zeg je? Ons vuur staat nog aan, hè, onder de pan. Nu staat het nog aan. Ja, en dat is ook de bedoeling. Okay. Want nu moet dat vocht wat ik toegevoegd heb... dat moet dan weer verdampen met het zetmeel. En dat is dan eigenlijk je romige, zetmeelrijke basis. Mm-hmm. Ja? En als je die hebt... dan haal je van het vuur. Dus het ziet er nu heel mooi uit, met allemaal kleurtjes. Ja, en ook de ideale manier om wat groentjes te verstoppen als je kinderen wat extra vitamine wilt geven, denk ik. Hè? Ja, maar ook gewoon smaak. Want weet je, het is toch... Ja, het is super lekker carbonara, maar het is ook wel een beetje monotoon, toch? Mm-hmm. Nou, oh, oeps. Kijk, er is behoorlijk nog wat vocht ook van de courgette. Dus ik haal het eraf. En dan komt nu het spannende moment. En dat is dat je de kaas erbij doet. Dus van het vuur af. De kaas met de eieren. La crema.
En dan ga je dus mantecaren. En dan je gaat het heel snel zo mengen. Je zou het ook zo kunnen doen. Goed. De pan is vrij zwaar. In Italië hebben ze echt van die aluminium pannen. Die super licht zijn. Die heb ik dus ook thuis. En die zijn ideaal om je spaghetti of je welke pasta maar ook. Kijk, je ziet hem nu tot een soort romige saus binden. Ja, super smeug, hè? Ja, je hoort het, hè? Nu al watertanden. Je hoort het ook. En wow. Er is een Instagram-chef die zegt altijd... The sound of love. Heel eufemistisch. Cryptisch. Kijk, het is eigenlijk nu al perfect. Dus ik heb expres geen kookvocht toegevoegd... omdat ik het vocht van de courgette erbij heb. En als je denkt van, nou, hij zou toch nog ietsje minder vochtig kunnen zijn... Liever niet op het vuur zetten, want dan heb je het risico dat het scrambled wordt. Laat de pasta heel even staan, want de pasta gaat zelf het vocht opnemen. Mm-hmm. Ja, dus ik laat hem nu gewoon even staan. Je zou er zelfs een deksel op kunnen doen. En dan ga ik eventjes het spek nog bakken. Bakken. Hakken. Hakken, bakken. Zo. Ja. En dat is de laatste stap, hè? Dat is de laatste stap, ja. En dan gaan we het bord opmaken. We zitten geloof ik niet meer helemaal op de tijd. Maar het is gewoon fijn dat we kunnen laten zien dat we zo'n receptje binnen een half uur of zo kunnen maken. Ja. Ideaal voor door de week te komen. En ik doe een deel van het spek er al doorheen, want dat heb je echt nodig, dat lekkere zoutje. En een deel... kruimel ik er overheen. Dus zo. Beetje. En dan pakken we eventjes ons bordje. Oh, dat bordje heb ik gebruikt. Okay. Staat er nog eentje achter jou? Dan neem ik deze maar. Okay. Dat is ook goed. Het is geen diebord. Dat moet officieel bij pasta, moet je altijd een scodella noemen ze dat. Maar nou ja, Er staat er nog eentje achter jou, denk ik, een dieper. Oh ja? Ja. Maar je mocht dat gebruiken, hè, als je wilt. Dan maken we de Italianen niet boos. Voilà. Kijk, en die mooie kleurtjes. Hij is al zo ongehoorzaam, hè? Ja, precies. Bij het opmaken kun je wel jezelf bedienen van een lepel. Kijk, en dan kun je van die mooie... Rolls. Zo. Ik geef nu even een chique kleine portie. En dan nog een beetje van de romige saus. Wil je er natuurlijk ook nog bij. Voilà. De peper. Helemaal vergeten. Lekker veel peper. En daar is je carbonara met courgette en spekruim en groene asperges. Wil je het recept ook maken? Ga dan naar jan.tv. Morgen kookt Jelle Beekman snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een visgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Jan.